En directeur-eigenaar van Brasa Solution, Roy Risti, heeft gisteren de eerste Brasa Talk Paramaribo gehouden in Café Buitengewoon. Het doel van deze talk is het uitwisselen van informatie op het gebied van ondernemen in Suriname. Het thema van deze talk was grensoverschrijdend ondernemen. Diverse ondernemers uit Suriname en het buitenland hebben in een informele sfeer ervaringen uitgewisseld over ondernemen en media. Deze talk was niet alleen bestemd voor commerciële ondernemers, maar ook voor ondernemers die zich met sociale en culturele activiteiten bezighouden. Een van die ondernemers is Madelon van Deemter, voorzitter van Stichting Passie Grong. Ik ben bezig met het opzetten van een logeerhuis voor kinderen met autisme. Autisme is nog niet heel erg bekend. Er is ondertussen wel een Autisme Suriname opgericht door de Rotary Club Paramaribo. Contacten mee. En ik heb een locatie gevonden en het is de bedoeling van als het gaat lopen dat ik ook in Suriname kom wonen. Ja, het doel is eigenlijk het ontlasten van de ouders. De ouders vinden het best zwaar als je een kind met autisme hebt. Je vraagt heel veel aandacht, heel veel structuur, heel veel voorspelbaarheid. Want daar kunnen ze moeilijk tegen. Ja. En de kinderen kunnen dan bij mij komen logeren. Of bij de mensen die me gaan helpen. En dat de ouders even de handen vrij hebben. Dus je gaat zo'n centrum opzetten waar die kinderen... Nou, echt een slaaphuis, zeg maar. Autisme, die mensen met autisme, die hebben gewoon problemen met communicatie. Dus hoe herken je dat eigenlijk? Mensen die niet snappen wat je bedoelt, zaken letterlijk nemen, vaak repeterende dingen doen, acties, heel erg geobsedeerd zijn bijvoorbeeld door geluiden, door bewegende dingen. Een andere inspirerende ondernemer is Ruth Sinkeler, eigenaar van Clip Training en Consultancy. Zij vertelt wat haar inspiratie is voor het ondernemen in Suriname. Vooral dit jaar nu gaan doen, vorig jaar heb ik de voorbereidingen getroffen. Geef ik leiderschapstrainingen in de open lucht en vooral ook in het binnenland. Aan heb leiderschapsretreats met dames. Dat is apart, ja. Ja, naar het binnenland, dat kan in Nederland, dat heb je daar niet. Ja, en daar is extra relaxed daar in het binnenland. Nu naar het prachtige binnenland. Er zijn nu heel veel creatieve mogelijkheden wat dat betreft. Ja, ja, ja. Dus mijn werk is, vind ik, leuker geworden, creatiever geworden. Ik hou van in de zon leven, dat je gewoon, okay, ik heb nu geen slippers aan, maar dat je gewoon een kort rokje en mijn hind is bijna weg. Wat is dat daar? Dat was een tijdelijke tattoo op je voet, okay. Maar die is niet weg. Mm-hmm. Maar dat je hier gewoon zonder jas, zonder das, gewoon relaxed kan wonen, dat voelt voor mij echt als vrijheid. Mm. Maar vooral ook in het ondernemerschap brengt het buitenleven voor mij meer creativiteit. Aldus Ruth Sinkeler, directeur van Clip Training en Consultancy, in gesprek met Roy Risti, directeur van Brasa Solution. Ze spraken tijdens de eerste Brasa Talk Paramaribo in Café Buitengewoon. In ons actualiteitenprogramma In Gesprek Met krijgt u meer te zien van de eerste Brasa Talk Paramaribo.